Wie zouden zich nou bezighouden met zo'n actie van die Giro 555 voor Oekraïne? Want dan lees ik dat soort dingen allemaal en dan, ja, dat gaat me verbazing voorbij. Want dan staat daar ineens dat ene Wendy van Dijk, die zouden ze dan sturen naar de Poolse grens, ja, om daar het een en ander te gaan vertellen. Wendy van Dijk. Wendy van, weet je wel, van Cupido of zo. Of van de dansmarathon. Wendy van Dijk. Ja, die. Nou, die heeft werkelijk de empathie en de persoonlijkheid van een koffiefilter. En nou krijg ik natuurlijk brieven van de afdeling koffiefilters. Die voelen zich nu beledigd. Ja, dat weet ik wel. Ja, dat gaat er gebeuren. Maar goed, je stuurt toch geen Wendy van Dijk. Je hebt al die verslaggevers daar staan. Al die jongens die staan daar al dagenlang bij die grens. Die gebruik je dan toch? Maar goed. En dan heb je nog eens een keer bij de radio. Heb je die Mattie en Wietse? En dat vinden ze dan geweldiger bij zo'n organisatie van 555. Ja, nee, dan brengen we die samen. Dan brengen we die weer bij elkaar. Wat een idee is dat nou toch weer? Ik bedoel, die Mattie, die ken je het verhaal nog? Die Mattie die zou samen met die Wietse, zouden ze naar Sky gaan? Ja! En toen dacht die Mattie op het laatste moment, nou, dikke neus. En die ging achter zijn rug nog even een deal sluiten met die Q-Music waar ze toen zaten. Nou, dat heet matenaaien, vrienden. Dat doe je dan. Dat doe je dan niet. Dus toen werd dat natuurlijk oorlog. Oh, ja. En die kreeg ruzie. En toen lag de boel dus uit elkaar. Nou, en die Wietse, ja, let even op met die Wietse, want die Frank Dane, weet je wel, bij 538, die werd ineens zomaar, maar ja, dat is Talpa natuurlijk, hè, heel, heel erg fatsoenlijk. Die schopte die Frank Dane gewoon van de ene dag op de andere, schopte ze hem weg bij de ochtendshow. Hup, wegwezen jij. Ja, zo gebeurt dat bij Talpa. En die Wietse, die had dus dan moeten zeggen tegen Talpa, ja, dat kan je niet maken. Ik ga dat programma niet overnemen. Nee, zei Wietse, hup, dan ga ik gelijk zitten. Ja. En dat is dus ook matenaaien. Dus wat hebben we nou? We hebben twee matenaaiers die moeten meegaan doen voor die inzameling voor Oekraïne. Wat een enorm slecht idee. En dan zeg ik radioman Patrick Kikkena, want die heeft dat ook gezegd. Die zei, waarom neem je dan niet die Edwin Evers? Had die Edwin Evers nou gewoon gevraagd? Ja! En wat hadden we dan gekregen? Dan hadden we gekregen van, oh, wat leuk. En allemaal positieve berichten. En niet dat negatieve gezeur over die Mattie en Wietse, wat we nu hebben. Oh, 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 oh. Hé, goed gedaan daar bij die organisatie van 555.